6000 tasjes voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Ze lagen vorig jaar klaar voor de fans, maar toen ging het festival niet door en dus waren de tasjes achterhaald. Er staat namelijk het jaartal 2020 op. Een kunstenaar bedacht een oplossing. De tasjes moeten wel een beetje worden aangepast. We hebben namelijk een lapje met het goede jaartal. En wat we hebben bedacht is dat hij precies daar overheen valt. Zo. Maar dan mooi. Zo. En die wordt vastgestikt. Dus dat is dan een zakje aan de buitenkant van het tasje. Zeg nou, schrijf mij er maar voor in. Dat vind ik wel leuk, dus ik doe mee. De tasjes zijn niet te koop. De gemeente geeft ze weg. Er zit onder meer een sjaal en een mondkapje in. Dit is een echte collectors item. Ja, er is een enorme run op de tasjes, ondanks ze niet worden verkocht officieel. Ja, hij kan natuurlijk wel mij een mailtje sturen. Hè? Misschien kan ik wel wat regelen. Voor de echte fans dus. Krijgt u nog het weer? Zeker.